Yo mensen, het is hier Tom aka Killabortion met vandaag een updated 2024 video over de Hunter Rumors. Waarom maak ik deze video is eigenlijk heel simpel. Omdat ik veel mensen ken en weet dat het niet gemakkelijk vinden die Hunter Rumors. Ze weten niet perfect wat ze moeten blokken. Het is eigenlijk gewoon heel verwarrend. En ik wil eigenlijk er gewoon een heel gemakkelijke video over maken. Zodat je weet wat dat de beste bloklijst is. En een paar handige tips en tricks. Nu, dat was het eigenlijk gewoon. Het een klein beetje. Voor de rest is eigenlijk het eerste wat ik jullie ga aanraden. Runelight installeren. En Runelight pijltje de sidebar te openen. En Hunter Rumors eigenlijk gewoon in te tikken. Dan gaat je Hunter Rumors krijgen. En die Hunter Rumors gaan nu heel gemakkelijk... tips en tricks geven waar ik u eigenlijk gewoon strak ga laten zien hoe dat alles werkt. Nu, als je zoals mij een idioot bent en je hebt graag een keer een, af en toe een jingle, een muziekje, dan kan ik jullie ook aanraden om de C-Engineer .completed plugin te installeren en dat ding gaat u ook gewoon zeggen wanneer dat je een Hunter Rumor completed hebt. Je kunt aanzetten, kunt afzetten. Er zijn veel meer dingen, like als je een slayertas compleet, als je een quest complete, een collection logslot, allee. Er zijn echt enorm veel van die toestanden dat je kunt opzetten. Nu, dat even gewoon terzijde. Nu, voor de rest ga ik jullie eigenlijk gewoon eigenlijk uitleggen hoe, wat dat de top tier dingen zijn dat je kunt doen. Dus, we beginnen met de expert dat we gaan doen als top tier. Wat bedoel ik met top tier? Experts... is expert en master hebben dezelfde kans om een goede lootback te krijgen na elke Hunter Rumor. Als je dat gaat inleveren, dan krijg je een looting bag en daar kan één van de Hunter pieces in zitten of één op de pet. De pet drop is 1 op 1000, dus ik ben een collection log hunter, zoals jullie allemaal weten. Het enige dat ik nog doe is collection log, dus ik heb die Hunter outfit nodig voor mijn collection log en ik heb de pet nodig gewoon om de pet hunt te hebben. Nu, voor de rest, ga ik jullie nu gewoon zeggen wat dat jullie moeten blokken en een beetje de reden waarom. Dus we gaan bij Novice, gaan we de Sunlight Antelope blokken. Bij Adept, er zijn twee Adepts, dat is de Sunlight Mod en de andere is de Saber Kiat. Nu hebben we Akko, dat is de expert, die moet Sabertoothed Gabbits geven. En de Wolf, dat is de Master Expert en die moet u Red Salamanders geven. Nu, je kiest in welke orde wat dat geblokt, wanneer dat het blokt. Maar wat ik u aanraad en ook hetgeen wat ik eigenlijk gewoon gedaan heb, is ik ben begonnen als een idioot en ik heb eigenlijk Novice begonnen. Ik dacht gewoon ik ga laag beginnen en zo naar omhoog werken. Maar dat is eigenlijk niet hoe dat je het moet doen. Want je moet weten, van de Novice kun je eigenlijk alles krijgen. Dus de kans dat je hetgeen krijgt, wat dat je eigenlijk kunt blokken, is eigenlijk laag. Dus hetgeen wat ik u aanraad, is bij de master te beginnen. Want de master kan bijvoorbeeld tasks niet krijgen van de Novice. Dus Red Salamanders heb ik gezegd dat je moest blokken bij de master. Dus je hunt eigenlijk gewoon eerst de master voor die Red Salamanders. Want die kans is groter dat je die task krijgt van de masters. Nu, je hebt hem toch nodig... Dus als je hem krijgt van de masters en je blokt Red Salamanders, hoe dat de bloklijst eigenlijk gewoon werkt, is heel simpel. Als je iets krijgt van een bepaalde hunter-expert, kunt je het niet meer krijgen van een ander. Zo werkt het eigenlijk. Dus, zoals ik net heb gezegd, we hunten eerst de master voor Red Salamanders. Op die manier zorgt er eigenlijk gewoon voor dat we de Novice-kerel... Red Salamanders niet meer kunnen krijgen, snapte? Dus daar raad ik u echt enorm aan om te doen. Nu, voor de rest heb ik jullie eigenlijk gewoon uitgelegd wat dat je moet blokken, waar dat je het moet blokken. En eigenlijk het enige dat ik nog... Als je deze bloklijst hebt, dan is het enige dat je nog kunt krijgen, dat zijn de twee Chinchompas. Dat zijn Grey en Red Chinchompas. De Blacks in de Wilderness kunnen niet krijgen. Dus waarom Chinchompas? Chinchompas kunnen ook de Chinchompa pet geven, snapte? Dus dat is hetgeen dat je daarom doet. Dan heb je nog twee Rabbits. Dat is de Dark Cabot en nog een Cabot. Dat is Falconry. Die dropkans van dat item is 21 en dat is heel snel. En voor de rest heb je nog Herbie Boar. Herbie kan ook gewoon een pet droppen.
Nu, voor de rest, dat was eigenlijk het een klein beetje. Voor de rest ga ik jullie nu gewoon laten zien dat ik gewoon een rumor van Inteco ga pakken. En die mens gaat mij geven Redshin Chompa. Zoals ik heb gezegd, je kunt maar 5 tasks krijgen op deze manier. Dus je gaat eigenlijk, je gaat altijd 1 van de 5 krijgen. Dat is heel eentonig, ik weet het, maar dat is wel gewoon de beste manier om het te doen. Nu, waarom? Waarom dat ik zei daar juist dat je die Runelite plugin moest installeren van Hunter Rumors, is omdat hier rechts van onder nu gewoon je ziet dat je hier eigenlijk gewoon het logootje krijgt van de task dat je krijgt. Dus met handige info, hè. Je ziet bijvoorbeeld eerst Rumor Red Chinchompa. Je ziet ook wat je moet doen om het te vangen. Dat is de boxtrap. Je ziet ook finished no. Voor de rest ziet je hoeveel dat je er gevangen hebt. 0 van de 97. Daar kom ik straks op terug. En je ziet de locaties waar dat gewoon spawnt. Nu, voor de rest ga ik daar ook nog iets gemakkelijk over zeggen. We staan nu in de Hunter Guild, dus we moeten even veranderen. Maar zoals je ziet, als je op de Hunter Guild klikt, heb je hier ook gewoon de plekken waar dat je Chinchompas kunt vangen. Dus voor als je het nog niet goed weet waar dat wat is, dan zie je gewoon op je minimap waar dat de beste plekken zijn. Nu voor Red Chinchompas is de beste plek de Red Chinchompas Hunter Guide Ground. Voor de rest, als je nog geen 99 Hunter bent, wat kan, dan kunt je geen Hunter Cape dragen en dan heb je ook geen gemakkelijke left-click naar de Hunter Guild. Voor de rest, hoe dat je dit kunt dodgen, is je kunt een kwetsal fluit krijgen. Die kwetsal fluit krijg je door op zijn minst 10 rumors te doen. En dan ga ik jullie even laten zien waar dat je die krijgt. Dus het... Die kwetsalfluit kunt je krijgen hierboven in de Hunter Guild van deze meneer. Je kunt daar rauw food in steken en dan kunt je tot maximum 50 charges hebben. Nu, als je die fluit gaat gebruiken, dan gaat je hier bij de kwetsal buiten uitkomen. En dan moet je naar hier lopen, naar beneden gaan voor de nieuwe rumor. Maar de meta is, zoals je ziet, gewoon een left-click teleport naar de Hunter Guild. En dan spawnt u gewoon direct hier. Dat zijn ook unlimited charges dat ze hebben veranderd. Nu, het enige dat ik eigenlijk nog voor de rest kan zeggen, is dat je hoopt dat je heel snel als zo'n Huntsman kit krijgt. Wat dat die Huntsman kit doet, dat is eigenlijk gewoon simpel. Gewoon een extra backpack waar dat je al je Hunter zooi in kunt stoppen. Zodat je niet altijd naar de bank moet gaan. Dat je gewoon kunt zeggen, view Huntsman kit. En je kunt heel de zooi eruit pakken. Nu, voor de rest, wat dat veranderd is, is eigenlijk heel simpel. Je ziet hier bij de Red Chinchompas een getal staan. Nu, hetgeen dat vroeger niet zo was, is... Je kon spoenen op het item of je kon draaien gaan. Nu, hetgeen dat veranderd is, like als je nu ziet, je ziet het nummer 97 staan. Nu, als je niet spoent... En je gaat eigenlijk een beetje draaien. Je kunt niet draaier gaan dan het getal dat hierop staat eigenlijk, snapte? Dus stel nu dat ik gewoon echt gewoon pack heb en ik moet Chinchompas grinden. Het maximum dat ik moet grinden is het getal dat hierop komt te staan. Wat betekent dat? Als ik 97 Chinchompas heb gevangen, dat ik gewoon gegarandeerd het item ga krijgen. Dat is wel echt gewoon heel nice. Nu, ik hoop dat dit jullie eigenlijk een beetje een gemakkelijke, korte guide was over een beetje tips en tricks en uitleg. Ik hoop dat deze guide jullie ook geholpen heeft. Als het geholpen heeft, vergeet zeker niet te subscriben op mijn kanaal en mij een like te geven op deze video. Als er nog vragen zijn of comments of zo, zet ze zeker gewoon hier in de comments down below. Ik ga altijd mijn best doen om ze gewoon te beantwoorden en... Ja, dat was het eigenlijk een beetje. Voor de rest bedank ik jullie om te kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie er iets van geleerd hebben. En ik hoop jullie gewoon te zien in de volgende YouTube video, guide of gewoon eens in mijn Twitch stream. Ik bedank jullie nu allemaal nog om te kijken. En ik zie jullie graag in de volgende YouTube video of een keer live op mijn Twitch. Merci om te kijken mensen. En tot de volgende. Yo!